Kijken, maar wat voor level ben jij? Grijze vriend. 40, ja, dat wordt even te gek natuurlijk, hè? Wat ben jij? Oh! Twee raptors. Holy crap. Hallo, dikke doki mensen. Hartelijk welkom bij een nieuwe video van mij. Hartstikke leuk dat jullie kijken natuurlijk. Mijn naam is Korpster en vandaag speel ik Ark Survival Evolved op de Chromotech server. In de Scorched Earth map. Welkom in mijn huisje. Jullie hebben natuurlijk allemaal gezien hoe ik dit in elkaar gebonjourd heb. En hij is eindelijk af. Ik heb hier een kist in de hoek gezet natuurlijk. Ik heb hier eventjes het kampvuur buiten heb ik even naar binnen gesleept. Hier, want dat is natuurlijk veel beter. Ik heb eventjes wat vlees kunnen bemachtigen. Dus dit kan weer uit. Zo, even wat vlees kunnen bemachtigen. Want dat is natuurlijk veel lekkerder dan een week op bessen leven. De server is traag vandaag. Maar goed, ik hoop dat jullie een leuke tijd hebben. Ik heb dat zeker in Ark. En vandaag wil ik eventjes kijken of ik een bed kan plaatsen. Dat is natuurlijk super handig als je moe bent, maar ook als je doodgaat, dan kan je gewoon weer bij je bed respawnen. In plaats van in het open veld ergens random. Dus dat moet er even gebeuren natuurlijk, want als ik doodga, wat nog wel zal gaan gebeuren in de toekomst, dan kom ik hier gewoon weer tot leven in mijn huisje. Dus dat wil ik even gaan doen. Wat hebben we daarvoor nodig, mensen? Laat ik zien. How to build a bed with Scorpster. Even kijken, ik heb een bed geleerd. Dat is dit gekke ding. En daar heb ik wood, thatch, fiber en hide voor nodig. Nou, de eerste drie, wood, thatch en fiber, is natuurlijk geen probleem. Maar de hide, dat tover je uit beesten. En dan moet ik beesten doodmaken. Dus vandaar dat ik even wat speren in elkaar geknutseld heb. Om wat beestjes te kunnen vermoorden. Het spijt me, maar ook dat moet gebeuren om te overleven, mensen. Normaal gesproken ben ik wel een dierenliefhebber. Maar ja, om te overleven moet je soms wel eens eventjes wat beestjes slachten natuurlijk. Even op zoek. Nou hoop ik niet dat ik... ik ga natuurlijk niet achter een T-Rex aan met vier speren. Dus ik ga even kijken of ik beestjes vind die wat vriendelijker zijn. En mij niet aanvallen als ik ze prik. Want dan heb ik natuurlijk de meeste kans dat ik het overleef. Maar ja. Maar ja, ik moet wel even zoeken natuurlijk, hè. Waar hier allemaal beestjes? Nergens zijn beestjes, misschien. Wow, dikke wolf. Holy crap. Holy crap, weg hier. Dat was een andere speler. Ik heb geen idee wie het was. Misschien wel mijn maatje die de vorige aflevering even langskwam. Ik heb geen idee. Maar even kijken. Hier is in ieder geval de put weer. Ja, als hij al die beesten nou in mijn omgeving opvreet, dan kijk ik nooit hide natuurlijk, hè, vanzelf. Nou, we zien het wel. We zullen wel zien, zei de blinde. Ik ga in ieder geval eventjes hier kijken. Ja, de beesten zijn schaars. Dit is even een dingetje, mensen. Nou, je hoeft niet bang te zijn van die wolven. Nou, ik ben het wel. Levensgevaarlijk, zagen die eruit. Even kijken, mensen. Wat ik ga doen, ik ga even op zoek naar beesten. En mocht ik er eentje tegenkomen, dan zien jullie mij weer terug. Tot strakjes. En ik ben weer terug, mensen. Kijk hier beneden. Allemaal beestjes. Allemaal beestjes. Oké, even kijken. Wat kunnen wij pakken? Deze die doet niet zoveel, dus dat is een goeie. Maar hoe kom ik naar beneden? Dat is even de kwestie. Kijk, naar beneden is niet zo'n probleem, maar ik wil dat doen zonder dat ik doodga. Oh, really? Dus ik ga hier naar beneden glijden. Oh, dat gaat ook nog. Dat gaat ook nog. Ik zit op glijden. Oh, is dat een slang? Nee, dat is een tak. Even kijken. Jij zit hier mooi vast in een boom. Dus ik ga jou eens even in je kont prikken. Like zo. En dan hoop ik dat je doodgaat. Want ik heb huid nodig. Trek je jas uit. Oké, even kijken. Dat doen we even met een pickaxe. 10, 15, 17. Yes!
Ik denk dat ik het ben voor een bed, mensen. 18 huiden en 14 vlees. Nou, snel maak dat ik wegkom. Met de speer in de hand loop je door het warme land. Ja, ook dat liedje heb ik nog niet af, mensen. Zo, ik heb een zonnebril nodig hier. Kijk, de haard is voor de bakker. Dat is lekker, want dat was de moeilijkste opgave voor een bed. De ingrediënt voor een bed. En ook een moeilijke opgave nu is zoeken waar mijn huis is gebleven. Dat is ook even een dingetje. Maar dat komt allemaal wel goed. Ja, dat komt allemaal wel goed. Ik weet ongeveer wel wat het is, maar dan zie ik hier ineens een huisje, een huisje. Zo, en dan gaan we hier even, mensen, eens eventjes kijken wat voor spul ik nog meer nodig heb voor het bed. En dan hebben we dat ook alweer voor de bakker. En dan zijn we alweer goed, supergoed bezig. En nou zoek ik een deur. Ik zoek een deur, daar zit een deur. Oké, hallo! Nou, ik ga eens even kijken wat ik heb nu aan materialen. 23 hide. Daar heb ik 40 hide voor nodig. Crap! Crapalicious, man! Nou, maakt niet uit. We gaan weer op jacht. Ik weet niet waar de beesten verstopt zijn. Dus dan gaan we maar eens eventjes keihard achteraan dan, hè. Eens even kijken. Die zijn hier onder deze richel. Ik zit toch eigenlijk, nu ik het een beetje verken, toch wel op een briljante plek. Want hier is een richel. Kunnen ze niet komen? En aan de andere kant is een richel. Dus ik zit een beetje op een plateautje. Dat is super tof natuurlijk. Kijk, nou is hier waarschijnlijk dat ding waar ik af kan glijden. Leef ik nog? Ja, ik leef nog. Doe ik het gewoon nog een keer. Joehoe! Zo. Ja, die met die bult, dat is natuurlijk wel een hele dikke, maar wat voor level ben jij? Grijze vriend. 40, ja, dat wordt even te gek natuurlijk, hè. Wat ben jij? Oh, 2 raptors. Holy crap. Holy crap, mensen. Scary, scary, tip-di-doo-di-doo. Nou, weet je, ik ren die kant op. Als het mag. Holy crap. 2 raptors in... 2 stuks gewoon, hoor. Kijk, die zijn daar alles aan het opeten. Als die raptors nou sneuvelen, dan kan ik daar eventjes de haard vanaf pulken. Dus ik ga dit gevecht even bekijken, mensen. Dit is natuurlijk super tof. Maar ik denk dat die dikke er wel aan gaat. Oh, de kangaroo bemoeit zich er ook mee. Dus ik hoop dat die raptor... Ja, die gaat er aan, hoor. Even kijken, mensen. Volgens mij... Nee, hij leeft nog. Wat een etterbak is dat, hè. Kijk, die raptor die vreet daar gewoon even zo'n dik op. Ze zijn natuurlijk wel met z'n tweeën. Ja, die raptor die leeft nog. Maar... Hij is flink gewond. Dus met een beetje mazzel... Kan ik hem slopen? Ja, dit is natuurlijk een actie van... Sterf. Or die. Yes, mensen. Nou heb ik een partijtje huiden. Kom ik even hier met je uit. Kijk, dat is lekker. En dan jij bent ook dood. Kijk eens aan. Ja, ja. Dat is ook... Natuurlijk kom ik daar even goed weg met een hoop mazzel. Dat die raptor mij niet op verrat, maar dat hij gewoon even die dikke te lijf ging. En dan kan je daarvan profiteren, een beetje, zeg ik dan. Maar nu, ik wil weer naar huis. Wat is dit voor een zootje? Ga weg. Nou, dan heb ik amperzant nog eventjes wat tets en wat sap mee. En een paar takjes. Hoppakee. Kijk, ik moet hier omhoog kunnen. Hoe zit het met mijn held? Ik heb het niet warm. Het is allemaal, gaat allemaal geswanjeerd, mensen. Geswanjeerd. Nou, ik... Zo moe van, hè. Ik word moe van huiden. Tillen. Nou, dit gaat lekker. Ik ben super trots. Ik ben nog geen één keer dood gegaan. Ik zal eens even kijken hoeveel dagen ik al overleef. Dat is natuurlijk ook wel leuk om te weten. Honey, I'm home.
En honger als... Nee, ik heb geen honger. Dus, maar ik even kijken, spieken, want moet ik nog geen hout verspillen. Nee, kan er wel even. Oké, mensen. Nou, eens even kijken. Wat hebben wij nu allemaal nodig? 40 height, 56. Dat is gelukt. Fiber, touch en wood. Fiber, touch en wood. En we hebben een bed, mensen. Oh, crap. Ik ben gewend om op te dubbelklikken, maar op je balk hoeft dat niet. Maar dat geeft niet. Ik ben hyper. We kunnen slapen. Zo, een bedje niet klappen. Waar zullen we dat gekke ding eens even plaatsen? En die server die heeft weer een probleem. Nou, ik denk hier maar een beetje in de hoek. Is dat leuk? Ja. Nee, we doen hem daar in de hoek. Is dat leuk? Ja, dat is leuk. Oké, mensen, nou, even kijken. Een beetje plaatsen. Paars is niet goed, groen is briljant. Paars is niet goed, groen is briljant. Een beetje van de muur af, zo, lekker zo. Hapse flatsie en we hebben een bed, mensen. Super geweldig. Ga ik nu dood ergens, dan kom ik hier gewoon weer tot leven. En daar ben ik echt super trots op, super blij mee. Ik hoop jullie ook natuurlijk, hè. Ik hoop dat jullie er ook super blij mee zijn. En dat jullie het leuk vinden om te kijken hoe ik dit allemaal... Hoe ik dit allemaal regel hier. Op deze ARC-server van Chromotech. Scorched Earth map. Super nieuw, super tof, super eng, super spannend en ook super moeilijk. Maar, zoals het er nu uitziet... Denk ik dat ik het wel overleef. So far so good. Even kijken, hoeveel dagen ben ik al... ben ik al levend? 856 dagen, dat is toch niet verkeerd, dacht ik zo. En dat voor 4 afleveringen, hè? 4 afleveringen, 856 dagen. Gaat hard. Oké, mensen, mochten jullie dit een leuk filmpje vinden... Het knutselen, in elkaar knutselen van een bed... Dan zie ik graag het blauwe duimpje omhoog... Naar beneden mag ook, maar geef dan even aan wat jullie niet leuk vinden aan deze aflevering. Daar leer ik ook van. En dan spreek ik jullie de volgende video weer. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei.